uw zeden, voer ons aan uw hand, tot dit vaderland. We gaan een dienst houden die buiten is en we willen toch onze kerk ook een beetje promoten en zeker het geloof. En we proberen daardoor toch mensen naar binnen te krijgen. Uit de evangelisatietijd, 19e eeuw, dat mensen de straat op gingen en daar het evangelie verkondigden, vanaf een kleine verhoging om de mensen bereikbaar te binnen het bereik te brengen en een beetje stem te kunnen verheffen en zo het evangelie van de Heer Jezus Christus op straat te leggen. Aan welke kant staat u? Zo zou je vanmiddag kunnen beginnen. Sta je nou aan de linkerkant van de Keizerstraat of aan de rechterkant? Nee, dat bedoel ik niet. Maar aan welke kant van het kruis van de Heer Jezus Christus staat u? Toen Jezus gekruisigd werd op Golgotha, werden aan beide kanten twee misdadigers ook mee gekruisigd. Dat weet u toch? Twee kanten en Jezus in het midden. En de ene misdadiger en de andere, dat is een groot verschil. Want de ene zegt, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf en ons erbij. Hoeveel keren hebt u dat ook wel niet gedacht, staande aan die kant van de Heer Jezus Christus? Als Jezus nou echt bij machten is, dan zou hij mij toch ook kunnen verlossen nadat hij eerst zichzelf verlost heeft. Wist u dat dat de verkeerde kant was? Aan de andere kant staat nog een misdadiger. Die zegt, hou jij je nou eens een beetje koest, want wat zeg je daar nou allemaal? Je moet echt goed weten, wij hangen hier omdat we straf hebben, maar deze, Heer Jezus Christus, heeft niemand ooit iets kwaads gedaan. De kerk heeft een woord voor de wereld. En de wereld is heel dicht bij ons. Die loopt voor onze voeten. In dit geval in de Keizerstraat voor de Oude Kerk. En de kerk is soms wat naar binnen gericht, maar wij willen met een zeepkistdienst willen wij hetgeen wat wij meedragen, willen wij ook uitdragen. We waren zo aan het mijmeren, aan het brainstormen. En toen hadden we op een gegeven moment over zeep. En toen kwamen we erachter dat de P van zeep staat voor de prediking. En de zee is onze natuurlijke buur hier achter de duinen. Het evangelie is van alle eeuwen. En de mens zit altijd met altijd levensvragen die hem bezighouden tot aan het einde toe. Het is niet zozeer dat we de wereld daardoor slechter vinden, doordat het gemis en de kerkverlating natuurlijk er ook is. Maar het is iets wat we meedragen aan boodschap, maar ook willen uitdragen als de boodschap, omdat dat de mens gelukkig maakt en ook in het laatste ogenblik van zijn leven een goede toekomst biedt. Heel goed initiatief, de mensen dichter bij het geloof te brengen en de mensen die op straat lopen en er nog niet van gehoord hebben, kennis kunnen laten maken. Het is natuurlijk een try-out, hè? Het is een proberen. Ik vond het geslaagd. Er was niet zoveel mensen, omdat ja, het is niet druk in de Keizerstraat, maar ik vond dat dominee van Rooij het heel goed deed. Kort, helder en pakkend. En ik denk dat het verhaling vatbaar is eigenlijk. We hebben een evangelisatieactie gestart hier. Dat is eigenlijk voor de eerste keer voor de kerk in Scheveningen. Maar waar ik zo blij van word, dat is het gaat om Jezus Christus. Het gaat om het verhaal wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis van Golgotha. En dan wil ik graag de mensen ook op hun hart drukken. Het gaat om de relatie met Jezus Christus. Dat we een persoonlijke relatie met Hem krijgen. Omdat we dus in deze wereld leven, eigenlijk deze boze wereld. Want er gebeuren zoveel erge dingen om ons heen. En er is zoveel leed. Als ik de krant lees, word je eigenlijk al helemaal naar van. En dat ik dus altijd God toch heel betrokken bij mijn leven vind. En dat het niet een God is van veraf. Maar God van dichtbij. Dus een God die jou ziet met al je probleempjes. De ene gelooft en de andere niet. En wie heeft het bij het rechte eind natuurlijk? Je staat eigenlijk net zo ver van elkaar af. Maar dat er iets is en dat er iets boven ons is, dat is wel duidelijk gewoon in de geschiedenis. Indianen hadden al een totempaal en de mens is geneigd om op te geloven.